Meer dan 100, toch? Meer dan 100, ja. Ja. Ja, dat is wel super, 137 of zo. Ja, nou, echt enorm. Ik ga nu iedereen binnenlaten. Ja. Dan al trappelen. Die meeting wordt opnemen. Got it, toch? Ja. Driesje wil erin. Die staat in de wacht, zegt ze. Ik ben er hoor. Oh, je bent er aan. Oh, ja. Oh, ik zie je nu. Mooi. Christel, heb je hem ontvangen? Ja, het is voor mij ze binnen, Paulien. Anders heb ik hem ook, ik heb hem ook binnen, dus het komt allemaal wel goed. Die andere, die zonder het doorklikken. Ja, die laatste die jij stuurde. Ja. En die moet je eigenlijk hebben. Nee, blijf iets, Sandra. Ja, we zijn blij, hè? Nou, welkom allemaal. Ik verwacht dat er nog wel wat mensen zo meteen inkomen. Welkom in de Week van de Zorglandbouw. We gaan het vandaag hebben over onderwijs zorgboerderijen. Dat is echt een snel groeiend fenomeen. Ook heel mooi hoe zorgboerderijen of zelfs onderwijs zorgboerderijen of onderwijsboerderijen op de een manier op dit probleem van thuiszitters inspelen en op andere manieren. Wat kunnen betekenen voor de jeugd. Jan Hassing is degene die eigenlijk deze beweging al een paar jaar ondersteunt. Maar er zijn ook een aantal zorgboerderijen en onderwijszorgboerderijen die hier al jaren mee bezig zijn en die verenigd zijn met elkaar. Vanavond gaan een paar van hen ons meenemen in hun bevindingen. En daar zijn we heel blij mee. Zoals jullie weten zijn er de hele week allerlei webinars vanuit de Week van de Zorglandbouw. En vrijdag hebben we onze slotconferentie. En daar hopen we iedereen ook weer te zien. Vandaag wordt opgenomen. Als je dat niet prettig vindt, kun je je camera gewoon uitzetten. We nemen het op omdat er een hoop mensen zijn die het graag willen zien, maar niet vanavond erbij kunnen zijn. En je bent in principe standaard steeds op mute. Je kunt je vragen in de chat zetten. En het kan best dat we later een keer iemand vragen om even van mute af te halen, zodat je je vraag kan toelichten. Maar zo gaan we aan de start. Het is niet heel belangrijk, maar ik ben directeur van de Federatie Landbouwzorg. En
Wij proberen ook op onze manier onderwijszorgboerderijen te ondersteunen. En vinden heel belangrijk wat jullie doen. En geef ik eigenlijk het woord aan Jan, die de inhoud heeft voorbereid met Paulien en Driesje. En ik geef het woord gewoon aan jou, Jan. Ja, dankjewel Maarten. Nou, hartelijk welkom allemaal vanavond. Ik vind het echt super dat er zoveel belangstelling is voor ons onderwerp, onderwijszorgboerderijen. En ik ben ontzettend blij dat ik twee hele ervaren onderwijszorgboeren vanavond met jullie mag delen. En die hun verhaal gaan vertellen over hoe zij ooit zijn gestart met onderwijszorg. En hoe ze daar invulling aan geven. En ja, wat er gewoon werkt op hun boerderij. We hebben een presentatie van zowel van Driesje van Natuurkracht als Paulien van AI Centrum De Klimop. Dus zij zullen allebei hun verhaal vertellen. Ik ga nu mijn scherm delen, want ik ga een korte inleiding geven over wat we nu doen rond onderwijszorgboerderijen. Dus ook de presentatie van Driesje is daar aangekoppeld. En daarna dan schakelen we over naar de presentatie van Paulien. En dan hebben we in ieder geval nog voldoende ruimte daarna voor uitwisseling van ervaringen, vragen en andere zaken. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Ja, gaat goed, Jan. Mooi, dankjewel. We hebben het als titel genoemd: Iedereen binnenboord door de inzet van de groene leeromgeving. Ik denk wat het mooie van die titel is dat het gaat om leerlingen die of al zijn uitgevallen in het onderwijs of dreigen uit te vallen, waarvoor de boerderijomgeving een hele goede plek biedt om zeg maar weer voor leerlingen om weer tot leerder te komen. En de plek waar zij zowel onderwijs krijgen als een stuk ondersteuning, dat kan jeugdzorg zijn of andere vorm van zorg. Daar doen we nu al een aantal jaren onderzoek naar. En we, dat zijn dan, daar ben ik zelf vanuit Wageningen Research. Jan-Willem Veerman, ik zag u ook is ook aanwezig. Emeritus hoogleraar van Radboud Universiteit en van Practicon. Met zijn collega Roland de Meijer van Practicon. Marion van Binsbergen, zij is van het Kornstam Instituut in Amsterdam. Ook een instituut dat heel veel kennis heeft over schooluitval. En nog een collega van mij in Wageningen, Renate Wesselink. En doen we dat met 10 onderwijszorgboerderijen waarvan Paulien en Driesje vanavond aanwezig zijn en hun verhaal vertellen. Even kijken of we nu naar de volgende kunnen. Dus wat we vanavond gaan doen is een korte inleiding. Het verhaal van Driesje, van Paulien. We laten nog slides zien waar meer informatie te krijgen valt over onderwijszorgboerderijen. En dan de uitwisseling en vragen. Ik vertel wel, we zijn nu een aantal jaren al betrokken als onderzoekers bij onderwijszorgboerderijen. En dat kwam eigenlijk vanuit vragen uit het veld dat steeds meer zorgboeren te maken kregen met jeugdigen of jongeren, kinderen, die op de zorgboerderij kwamen voor zorg, maar in feite gewoon nog onderwijs nodig hebben. En het onderwijs zouden kunnen, ja, waarvoor onderwijs belangrijk is, dat ze gewoon zich blijven ontwikkelen. En die onderwijszorgboerderijen zijn gewoon gestart met onderwijszorg, dat noemen wij nu onderwijszorgboerderijen. En eigenlijk was heel weinig bekend over wat er nu gebeurt, hoeveel er zijn en wat ook het effect is van en het resultaat van onderwijszorg op de boerderij. Dat heeft natuurlijk te maken met een grote urgentie, want er zijn een toenemend aantal schooluitvallers, rond de 5000. En we hebben een paar jaar geleden een eerste inventarisatie gehouden en toen bleek dat ruim 400 leerlingen, in ieder geval op ongeveer 50 zorgboerderijen, onderwijs en zorg krijgen. En wat ook uit de inventarisatie kwam, dat de ervaringen eigenlijk heel positief zijn. Dat er ook enorm veel barrières zijn, met name in de erkenning vanuit de onderwijswereld, dat onderwijs op de boerderij, dat gewoon heel goed werkt. Dat het kan. En allerlei belemmerende regelgeving. En die zitten met name in dat onderwijs volgens de wet alleen maar in een schoolgebouw mag plaatsvinden. En dat ook onderwijs heel erg huiverig is om zeg maar budget voor onderwijs beschikbaar te maken voor niet-onderwijspartners, of in dit geval voor een zorgboerderij. Nou, we zagen ook met name diversiteit in het onderwijs eruit ziet, van zeg maar echt individueel onderwijs zorg tot klasjes op de boerderij. Daar zullen ook, denk ik, Paulien en Driesje van laten zien hoe zij dat aanpakken. En geen systematisch overzicht van wat zijn de werkwijzen, wat zijn de uitkomsten. Maar wel een hele sterke motivatie bij al die onderwijszorgboeren om te laten zien wat ze doen. En ook meer onderbouwing te vinden voor de aanpak die zij hanteren. Dat was ook de aanleiding voor
een aanvraag bij de Nationale Raad Onderwijsonderzoek. En na verschillende mislukte pogingen zijn we 2 jaar geleden ingeslaagd om daar een subsidie te krijgen. En dat is samen met de partners die ik al begin al noemde. Ik noemde al, op dit moment, we hebben een paar jaar geleden een inventarisatie gehouden. Daarin kwamen ruim 50 onderwijszorgboerderijen naar voren. Die plek biedt aan meer dan 400 leerlingen. Zowel leerlingen vanuit de basisschoolleeftijd als leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs en die leeftijd. Leerlingen vanuit speciaal onderwijs, het reguliere onderwijs. Dus heel divers. Ook het aantal leerlingen per boerderij is heel divers. Van heel kleinschalig tot echt grootschalig. En we hebben zelfs boerderijen waar meer dan 100 leerlingen rondlopen. En enorm variabel in leeftijd. Wat je wel ziet is dat heel vaak het gaat om sociaal-emotionele problematiek. Soms of vaak ook wat met cognitieve beperkingen, maar vaak gaat het om sociaal-emotionele problemen. Angst, depressies, enorme weerstand tegen onderwijs, allerlei negatieve ervaringen. En vandaar het ook gewoon heel veel weerstand om weer naar school te gaan en waardoor het ook gewoon niet lukt. Wat ook heel opvallend was, vond ik uit de hele inventarisatie, dat eigenlijk bij al die onderwijszorgboerderijen er medewerkers zijn met onderwijsexpertise. En met natuurlijk maar zorgexpertise, maar dat er echt professionals op de boerderij rondlopen die ook verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. En dat in al die voorbeelden echt het onderwijs ook heel erg serieus wordt genomen. En dat het doel is dat leerlingen weer terugkeren naar school en weer mee gaan doen in het reguliere systeem. Dus dat vonden wij ook een hele mooie startsituatie om met het onderwijszorgproject aan de slag te gaan. Nou, uiteindelijk hebben we 10 locaties geselecteerd die meedoen in het onderzoek. Allemaal locaties die al meerdere jaren bestaan, waar een goede samenwerking met het onderwijs is opgebouwd. En waar ook hele enthousiaste en ook deskundige initiatiefnemers zijn, of het nou zorgboeren zijn of mensen vanuit het onderwijs, die daar de kar trekken. Nou, dat is de Hoef in Lierop, de Klimop, allebei in Brabant dus. Care for You in Zuid-Holland, net als Zwanenstein. 4 locaties van onder de vlag van Landzijde. Talenthoeve, helemaal in de koffer Noord-Holland. Triesje, Natuurkracht in de buurt van Zwolle. En als laatste is aangehaakt Somnium, dat is een jeugdzorgaanbieder in Limburg. Die ook een aantal groene locaties heeft waar ook onderwijs en zorg wordt geboden. Dit als aftrap en ik geef nu heel graag het woord aan Triesje. Want Triesje gaat jullie meenemen in haar verhaal rond de Natuurkracht, hoe ze ooit gestart is. En wat Natuurkracht biedt aan leerlingen die onderwijs en zorg krijgen. Ja, dat klopt. Ik hoop dat ik te verstaan ben. Was wel. Ja hoor. Ja. Jij klikt hem door dan, hè Jan? Ja. Ja, dit is namelijk de start. Dus je mag hem doorklikken. Dan staat er al gelijk een beetje van wat Natuurkracht is. Nou, Natuurkracht is dus een onderwijszorgboerderij. Waar Jan mij voor heeft gevraagd om daar wat over te vertellen. Ik ben daar inderdaad de eigenaar van. En ik vind het leuk dat ik dat mag doen, Jan. Dus dank je wel daarvoor. Wij zijn een hele kleinschalige zorgboerderij. En dat proberen we ook. We zijn er heel hard mee bezig om dat ook proberen te blijven zijn. Want wij vinden dat, tenminste ik vind dat de kracht van wat wij doen eigenlijk in die kleinschaligheid zit. En in die betrokkenheid naar alle kinderen toe. Onze doelgroep is dus inderdaad de thuiszitters, maar ook de kinderen die dreigen uit te vallen binnen school. En we hebben de basisschoolleeftijd. En dat zijn de kinderen tussen de 4 en 13, soms met uitzondering van 14 jaar. We hadden eerst eigenlijk ook wat oudere kinderen, maar we hebben echt een grens gesteld. Wij doen de basisschoolleeftijd, daar zit onze expertise en onze kwaliteit, dus daar gaan we ook voor. Zoals iedereen misschien wel zal zeggen, maar wij doen het wel in het extreme, denk ik. Zetten wij het kind centraal. Wij gaan echt werken vanuit het kind. Wat is er nodig? Wat is er aan de hand? En voor elk kind is het weer maatwerk. En bij elk kind kan het traject er ook weer heel anders uitzien. En wij werken heel intensief samen met zeker ook het onderwijs, maar ook met gemeentes, met ouders. Alle partijen zeg maar, die betrokken zijn rondom het kind. Dat is eigenlijk in een notendop wat Natuurkracht is. Dan mag die eentje verder, Jan. Maar Jan gaf net al aan dat kwaliteit belangrijk is. En daar ben ik het helemaal mee eens. Want een onderwijszorgbedrijf moet ook kwaliteit leveren, vind ik. Het zijn kwetsbare jongeren die aan jou worden toevertrouwd. En we hebben een aantal punten waardoor wij denken dat we die kwaliteit kunnen bieden.
Nou, we zijn natuurlijk aangesloten bij de federatie. Dat maakt ook dat we hier nou zijn. We werken met een erkend kwaliteitssysteem. En wij zijn ook nog niet zo heel lang licentiehouder geworden van de methodiek Geef me de Vijf. We hebben veel kinderen met autisme, maar ook kinderen met trauma, eigenlijk van alles wat. En de methodiek van Geef me de Vijf geeft heel veel structuur, heel veel duidelijkheid. Het past heel mooi bij hoe wij werken bij Natuurkracht. Wij zijn aangesloten bij het Initiatievencollectief. Dat is een collectief met meerdere organisaties, initiatieven zoals wij. Die gaan aan de slag met thuiszitters. En het doel is dat kinderen weer terug het onderwijs in gaan of zich gaan ontwikkelen. Dat is een hele fijn collectief waarbij wij wel vinden wat wij aan het doen zijn. En daar worden wij ook begrepen. Want strijd voeren, wat Jan net... Ja, daar heb je het al wel een beetje over gehad. Hè? Dat is wat je wel moet doen als onderwijszorgboerderij. Je bent het niet zomaar... Het heeft wel wat voet in de aarde. Nou, wij doen graag mee met onderzoek, zoals we nu ook met Jan meedoen. Ook in een vorig onderzoek hebben we meegedaan. En we hebben een gedragswetenschapper. Een aantal medewerkers van ons zijn SKJ geregistreerd. Dus die kwaliteit vinden wij belangrijk om te hebben bij Natuurkracht. Mag die eentje verder dan? Maar natuurlijk zijn we een onderwijszorgboerderij. We hebben niet melk, koeien en al dat soort dingen. Maar we hebben wat schapen, we hebben wat ponies, we hebben honden, katten. Alles loopt hier, zeg maar, qua dieren los bij ons. En voor de kinderen, wij denken dan wel eens, dan vragen we aan de kinderen, nou, het gaat heel goed met jou, want we komen zo nog even op de werkzame elementen. En dan denken wij, ja, dat is misschien wel door onze begeleiding of door een fijne plek. Nou, dat ook misschien wel. Maar de kinderen noemen altijd eigenlijk dat het werkzame elementen dieren zijn. Want dat geeft voor de kinderen zoveel rust, zoveel ontspanning. En wij merken dat door de inzet van de dieren dan heel makkelijk contact krijgen met de kinderen. Dus dat maakt een onderwijs- en zorgbedrijf zo'n heel fijn concept. Waar wij natuurlijk achter staan. Het is heel fijn werk en dat vinden de kinderen ook. Mag die eentje verder? Nou, wat van kinderen komen hier dan? Dit is even een foto van ons atelier. Waar een jongetje aan het spelen is. Een jongetje wat thuis heeft gezeten. Wat een jaar lang op school nooit heeft gesproken. Maar bij ons eigenlijk echt tot ontwikkeling is gekomen. Mag je eentje verder, Jan? Want dan laat ik even de... ik zie een vraag. Wat is kleinschalig? Bij ons komen overdag maximaal 6 kinderen. Dat is een vraag op de chat. Dus daar ga ik even op in. Dit is eigenlijk de piramide van PBS. We werken met Positive Behavior Support. Dus we kijken heel erg naar goed gedrag van de kinderen. En dat bekrachtigen wij ook. Als je kijkt naar scholen, dan zie je de onderste stuk van de driehoek. Dat zijn vaak de kinderen op scholen die gewoon lekker meedoen. Het gele stukje zijn de kinderen die kleine interventies nodig hebben. En het rode stukje, dat zijn de kinderen die individuele begeleiding nodig hebben. En eigenlijk het puntje van de bovenste stukje van de piramide, dat zijn de kinderen die bij ons komen. Die hebben interventies gehad, zijn soms al zitten soms in het speciaal onderwijs of in een onderwijszorggroep. En vaak lukt het dan nog niet. En dat soort kinderen zien wij vaak bij ons komen. Daarnaast zijn er ook kinderen van het reguliere onderwijs, waarbij juist gezegd wordt, nou, dat is preventief. Wij zetten jullie in zodat kinderen op het regulier onderwijs blijven komen. Lisje, daar was ook een vraag over. Ja. Als kinderen eigenlijk niet terug willen naar het gewone onderwijs. Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Alle kinderen willen terug naar school. En dat zeggen we ook bij de start. We zijn een tijdelijke tussenoplossing. En het doel is altijd weer teruggaan naar school. En ik heb nog nooit een kind meegemaakt die niet terug wil naar school. Misschien niet naar de school van herkomst, omdat daar trauma's zijn opgelopen. Of omdat er heel veel stress is geweest. Maar een kind wil leren, een kind wil naar school. Een kind wil ook gewoon net zo zijn als alle andere kinderen. Maar soms zie je wel dat kinderen, gemiddeld zijn ze een jaar of 19 als ze bij ons komen. Dat ze dan al op zoveel scholen zijn geweest. Dat is gebleken dat het, ja, dat het zo moeizaam is dat je dat niet weer wil. En die kinderen zijn soms wat langer bij ons. Dus dat zie je wel, ja. Ja. Er was ook nog een vraag, wat zie je als kleinschalig, hoeveel kinderen per dag? Ja, die had ik net wel even snel zo beantwoord, ik zag hem zo oppoppen. Ja, dat was, wij zijn heel kleinschalig en dat is, wij hebben 1-op-1 begeleiding en maximaal 6 kinderen per dag. We hebben wel eens een tijdje meer gehad, maar we zeggen nee, dat willen wij niet. We willen kwaliteit leveren, kinderen moeten terug naar het onderwijs.
Daar willen we echt maatwerk voor bieden. Dus wij zijn zo klein en we blijven ook zo klein. Ja, precies. Oké, sorry. Ja. Nu kun je weer door. Ja, nou, hij mag door, Jan. Ik zie een vraag van Trace van der Maat. Hoe lang zitten kinderen gemiddeld bij jullie? Nou, we hebben dat 5 jaar lang bijgehouden. En gemiddelde tijd dat kinderen bij ons zitten is rond de 9 maand. We hebben wel eens uitzonderingen van 2 jaar. We hebben ook wel eens uitzonderingen van 3 maand. Dus dat is eigenlijk de tijd dat kinderen bij ons komen. Nou, werkzame elementen. Heel veel tekst had ik daarbij gezet. Maar blijkbaar dus heel veel werkzame elementen. Dat we starten met het kind als startpunt. Dus als we een intake hebben, dan komt ook het kind mee. Goed personeel in dienst hebben. Waarbij bij deze kinderen vooral belangrijk is dat je een relatie kan opbouwen met deze kinderen. Alle kinderen die bij ons komen, die zijn ingeschreven op school of blijven ingeschreven. Dus geen uitschrijving. En het doel is altijd terugkeer naar onderwijs. We werken heel fijn samen met onderwijsconsulenten. En wij werken volgens leerlijnen van het basisonderwijs. Zodat alle kinderen ook de doelen volgen die ook vanuit het basisonderwijs in elke groep gegeven worden. En de onderwijs en zorg is verweven met elkaar, dus zowel in de leertaak als in de zorg. We combineren het heel veel met elkaar. En het is maatwerk. Nou ja, PBS had ik al verteld, geef me de 5. Brainblocks zetten we ook in. Het is intensieve begeleiding door die 1-op-1. En we werken heel traumasensitief. En we kijken vooral naar niet wat werkt er niet, maar wat werkt er wel. Dat is altijd de standaardvraag bij ons. Wil je iets zeggen over de financiering van die 1-op-1 begeleiding? Ja, wij hebben per kind eigenlijk een andere manier. Want elk kind komt weer uit een andere gemeente, een ander samenwerksverband. Dus vooraf bij de voordeur gaan we kijken van wie gaat dat regelen. In het begin was ik daar zelf veel mee bezig, maar dat heb ik losgelaten. Dus ik zeg nu als een kind bij ons komt, dan gaan de partijen met elkaar in overleg. Die gaan bekijken hoe gaan we dit financieren. En zo krijgen we dat rond. Het komt dan altijd rond. Ja, het is dus maatwerk. Ja, en cofinanciering tussen onderwijs en zorg. Ja. Maar dan is een samenwerking voor die financiering vanuit de onderwijs. Daar is het belangrijk dat er die samenwerking is met het onderwijs. Dat was ook een vraag. Volgens mij is dat zelf een voorwaarde om überhaupt financiering te krijgen. Klopt dat? Samenwerken met onderwijs? Ja, dus dat de financiering komt dan vanuit de betrokken school, toch? Nee, dat hoeft niet. Wij hebben ook kinderen die gewoon zorg in natura krijgen. Soms werkt de school niet mee, dan is het gewoon een helemaal een financiering vanuit de zorg. Maar dat willen we liever niet, want het is zorg en onderwijs. Dus ook financiering, zorg en onderwijs, zeg ik altijd. En die partijen gaan met elkaar om tafel, soms onder begeleiding van een onderwijsconsulent, om te kijken hoe gaan we het financieren. En soms is het een 20-80 bekostiging of 50% onderwijs, 50% zorg. Dus per kind weer verschillend. Maar die cofinanciering zitten we wel op. Dat vinden we eigenlijk wel belangrijk. Omdat we en onderwijs en zorg bieden. Ja. Sorry, nog 1 vraag. En dan geef ik hem weer terug aan je. Er zijn 2 vragen over of er gedeeltelijk of volledige ontheffing is van de leerplicht. Of vrijstelling. Nee, nooit. Nee, dat is mijn visie. Ik wil dat kinderen ingeschreven zijn op school. Of ingeschreven worden op school. Want hoezo moet een school gaan uitschrijven? Want wij bieden hier gewoon onderwijs. En we hebben gewoon goede contacten met de scholen. We hebben overleg, de methodieken van de school komen naar hier. Zodat wanneer een kind teruggaat naar school, hij ook geen gat heeft opgelopen of een hiaat in de leerstof. Is blijven werken in de leerboeken. Want het doel is terugkeer naar onderwijs. Helder. Mag die door, Jan? Ja. Nou, dit is een stukje uit een vorig onderzoek van Jan. Ja. Dat komt eigenlijk wel heel mooi weer overeen met de werkzame elementen. En wat is de context op een onderwijs-zorgbedrijf, groene omgeving, de dieren. Toch ook de relatie van de begeleiders. Mechanismes dat de kinderen weer rust gaan ervaren. Dat ze onderwijs weer leuk vinden. Dat ze ergens bij horen. Dat ze in een hele veilige setting allemaal obstakels kunnen overwinnen en angsten. De uitkomst is dat ze cognitief weer gaan functioneren. Meer zelfvertrouwen krijgen, sociaal-emotioneel beter worden. En het mooie is dat heel vaak kinderen weer terug kunnen naar school. Mag die nog eentje verder? We hebben een tijd lang bijgehouden welke kinderen bij ons binnenkwamen. Hebben we even in zo'n grafietje gezet. En 38% eigenlijk, en ja, ook achter een schorsingen en thuiszitters zijn het. Dus echt kinderen die thuis zijn komen te zitten.
Ook wel, wat we ook wel zien, is preventieve inzet. Dus kinderen die gewoon op het regulier of op het SO zitten of SBO. En waarvan ze zeggen van we willen niet dat het een thuiszitter wordt. Dus die komen ook. En we hebben ook wel andere instroom, zoals bijvoorbeeld nieuwkomers of dat is goed, Maarten. De uitstroom. 38% van de kinderen keert weer terug naar school, de basisschool van herkomst. Nou, dat lukt niet altijd, omdat daar van alles soms is gebeurd. Dan gaan we met elkaar kijken van, nou ja, naar welke school dan? Want het is graag toch wel weer terugkeer naar onderwijs. Wat we ook zien, de gemiddelde leeftijd dat kinderen hier komen is rond de 9-10 jaar. Dat kinderen hier soms 9 maanden zitten of een jaar. Dat we dan zeggen van, nou ja, dan weer op gaan bouwen op de basisschool van herkomst, ja. Dat is net wat lastig, want dan zitten ze een aantal maanden of nog een jaartje daar. Nee, dan gaan we toch een doorstroom naar het VO doen. En we hebben ook wel eens kinderen waarvan we zeggen, nou, dit lukt gewoon niet op het onderwijs. En die stromen dan door naar bijvoorbeeld een dagbesteding. Ook dat kan. Mag die door? Dit is de laatste. We hebben vorig jaar meegedaan aan de proeftuinen vanuit het ministerie VWS en OCW. Omdat wij al 6 jaar lang een enorme strijd aan het voeren zijn om dit voor elkaar te krijgen en te houden. Terwijl wij eigenlijk vinden van onderwijs en zorg horen toch samen. Dit is toch heel logisch. Hoezo zou je een kind wat thuis zit, thuis laten zitten of naar een zorginstelling laten gaan. Als een kind zich nog zo mooi kan ontwikkelen. Dus wij vonden eigenlijk van die wet moet aangepast worden. En wij dachten een jaartje proeftuin gaat het wel doen. Nou, zover is het nog niet. De wet is nog niet helemaal aangepast. Maar wat wel heel mooi is dat er een experimenteerfase komt. Waarin initiatieven zoals bijvoorbeeld die van ons in combinatie met scholen en samenwerkingsverbanden intens worden gevolgd. En wie weet wordt er dan meer mogelijk straks. Want deze kinderen moeten gewoon kunnen ontwikkelen. Oh, sorry, deze slide hoorde eigenlijk helemaal achter die van Paulien te zitten. Heeft niks, Jan. Dat was hem. Ja, nou, we hebben wel even een momentje om wat vragen te beantwoorden. Er waren toch nog weer wat vragen over vrijstelling. Als iemand die dan wel heeft, hoe ga je daar dan mee om? Of je zei net van, nou, dat hebben wij niet, maar het komt... Nee. Okay. Nee, ik heb nog nooit meegemaakt dat kinderen helemaal die vrijstelling hadden. Of dat kinderen wel, dat ze het wel over hadden. Maar wij vinden gewoon niet dat dat zou moeten zijn. Nee. En misschien komt dat ook omdat bij ons het basisschoolkinderen zijn. Die zijn nog wat jonger, dus misschien is dat wat minder snel. Het zou kunnen, maar als dat binnen zou komen, dan zou ik gelijk een school gaan zoeken die je in gaat schrijven. En het is hier wel zo nooit gebeurd. En ook in de trajecten die hier zijn, willen we gewoon niet dat kinderen uitgeschreven worden. En een vraag over hoe moet je dit nou starten? Want je noemt nogal wat dingen waar jij vindt dat je aan moet voldoen. En het is niet omdat jij de ondergrens stelt, maar omdat je eigenlijk hebt geleerd hoe je kan werken in dit concept. Ja. Hoe zou jij starten als je het nu zou doen? Ik ben natuurlijk een keer gestart. Dat kwam eigenlijk vanuit mijn passie. Dat ik vind dat deze kinderen een plekje moeten hebben en niet thuis hoeven te zitten. En dat komt een beetje omdat ik zelf vanuit het onderwijs kom. Ik heb jaren gewerkt in het onderwijs als intern begeleider en leerkracht. En ik kwam dit soort kinderen tegen. En ik denk, wat is dit nou? Hoe kan dit nou? En zo ben ik eigenlijk maar door schade schande wijs geworden. Dus ik deel nu mijn verhaal. En dat kan ik ook delen, omdat ik door schade schande wijs ben geworden. En ik vind wel, als een kind naar een onderwijszorgbedrijf komt, dat daar wel een leerkracht moet zijn. Een geschoolde leerkracht die ook echt les kan geven aan deze kinderen. Ja, daar ben ik wel wat fel op, inderdaad. En hoe begin je? Ja, het is een hele strijd. In de wetgeving is het eigenlijk een grijs gebied. Dus het is een zoektocht. En je moet er echt hart voor hebben om dit te kunnen uitvoeren. En we hebben trouwens ook samen met een aantal voorlopers, zoals Driesje, Paulien en Jan, hebben we een introductiecursus in de stijgers gezet. Die wordt binnenkort wordt die gemaakt. En dan komt die op de academie van de zorglandbouw. Dus over een paar maanden kunnen jullie, iedereen die wil starten, kan daar ook van leren. Ja, en misschien nog heel goed te noemen, Maarten, want dat was de laatste slide van... Op de site natuurlijk van de federatie heeft Tjitske een heel mooie pagina gemaakt over onderwijszorgboerderijen, waar ook filmpjes staan van Paulien en van Driesje. Maar ook nieuwsbrieven worden rondgestuurd. Dus iedereen die interesse heeft, moet er vooral kijken en zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Ja, er is inderdaad een specifieke nieuwsbrief voor opgezet en die wordt met de onderwijszorgboeren ook gevuld. Even kijken, nog knelpunten. Zijn er voldoende? Ja. Nu word ik wel heel blij van Maarten, dat dit soort dingen allemaal ontstaan nu. Hè? Weet je, dit wil je gewoon. Dat is gewoon zo mooi. Dus
Complimenten. Ja, samenwerken, samenwerken. Ja. Er is ook een vraag over enerzijds de verwijzing. Lukt dat altijd en anderzijds de nazorg? Is het gewoon klaar als ze overgaan? Of gaan ze bijvoorbeeld dan 2 dagen naar school en nog 3 dagen bij jullie? Hoe zit dat met de Het is nooit klaar. Het is nooit klaar. We gaan mee de school in vaak. Om te kijken wat is er aan de hand. Gaat het goed? Zo niet. Wat kunnen we adviseren om anders te doen? Dus we laten het nooit zomaar los. Eigenlijk, dat kan ook niet, want dan je hebt niet een overgang van van hier naar daar. Wij gaan mee en wij kijken en we hebben overleg. We hebben weer MDO's, zo. Ja, er nog 2 vragen en dan ga ik over naar Paulien. Wonen de kinderen vaak thuis of in een instelling of allebei? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, je noemde net een leeftijd. Merk je dat die leeftijd, dat het jonger begint te worden over het algemeen? De kinderen die bij ons komen wonen gewoon allemaal thuis. De gemiddelde leeftijd was steeds rond de 9 en 10 jaar. En dan is het schrijnend dat deze kinderen vaak al wel, nou, een normaal verhaal is gewoon rond de 5, 6 scholen hebben bezocht. En een stuk of 6 GGZ-instellingen hebben bezocht en het allemaal niet heeft geholpen. Nu we al 6 jaar hier zijn, merken we dat het wat jonger binnenkomt. Omdat ze willen voorkomen dat ze van school naar school naar school gaan. Het lijkt dat nu wordt gezien dat al wat jongere kinderen dit nodig hebben. Dat er meer preventief wordt gewerkt. En dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling. Want als kinderen binnenkomen met 9, 10 jaar en ze hebben al 6 scholen gehad. Dan kan je nagaan dat er veel meer werk aan de winkel is. Als kinderen wat jonger binnenkomen. En dat is eigenlijk ook een reden dat we zeggen wij gaan voor deze doelgroep. Want als we hebben ook als kinderen van 15, 16 gehad. En dan is er al zoveel beschadigd. Ik wil daar vroeg bij zijn. Zodat we ons vroeg daarvoor in kunnen zetten en bij kunnen stellen. Zodat het alsnog weer kind gaat ontwikkelen. Ja, precies. En ik had trouwens nog 1 vraag vergeten. De methode die jullie volgen, is dat de methode, hebben jullie een standaard methode, onafhankelijk van welke school ze komen, of pas je die aan op de school waar kinderen vandaan komen? Dus de methode vanuit het onderwijs bedoel je? Ja, ja, precies, de onderwijsmethode. Nou ja, ik kom natuurlijk zelf uit het onderwijs en we werken met de doelen. Die zijn eigenlijk schooloverstijgend. Je hebt gewoon doelen voor groep 1, groep 2, groep 3. Al die doelen pakken we. Maar ik vind het belangrijk dat een kind weer teruggaat naar school. Dus we hebben niet onze eigen methodiek ontwikkeld. Maar we nemen de methodiek van de school over naar hier. Zodat het kind daarin blijft werken. En ook makkelijker weer terug kan naar school. Omdat ze daar wordt gewerkt met die methodieken. Oké. Nou, je blijft nog erbij en we zijn waarschijnlijk aan het eind nog vragen die jij ook weer mede kan beantwoorden. Ik wou nu graag het scherm aan Paulien overgeven, want dan heeft zij ook nog ruim de tijd. We hebben nog ongeveer 1/2 uur, maar mocht vragen nog niet beantwoord zijn en je hebt ze alsnog en ik vergeet ze, dan mag je ze gewoon nog een keer in de chat gooien, want ik kan ook niet steeds terugscrollen. Jan, ga jij of ga Christel de presentatie delen? Christel, ga jij het doen? Of anders ga ik het doen. Ik wil hem wel delen. Ik heb hem klaarstaan. Ja, oké. Fijn. Ja. En Paulien, dan kan jij je van mute afhalen. En, ja. En ik zal je aangeven als je ongeveer op een kwartier zit. Ja? Ja. Oké, ik zie alleen helemaal geen slides of zo. Nou, die zijn er wel. Oh, dat is lastig, want ik zie wel ik zie jouw eerste slide. Ja. Oh. Nou, dan. Ja, dat is lastig als jij zelf helemaal niks ziet, Paulien. Welk scherm ben je, Paulien? Want het is wel. In het Zoom-scherm is nu jouw presentatie. Ja, ik zie daar alleen maar zwart. I love you. Ja, daar komt hij. Ja, dus, side by side speaker, side by side carry. Nee, standaard moet je hebben. Ja, dat heb ik. Ja, hij is er wel. Ja, ik zie hem dus niet. Nou, ik zal je zeggen, er is nu een paard met 2 mensen met een clownsneus. Nee, 3. Ja, doe eens gek. Nou, weet je. Ik roep steeds wel volgende. Ja. En dan, ik weet wel wat ik wil vertellen, dus dan doen we het gewoon zo.
Ja, doe-schek heb ik het genoemd. Als eerste wil ik wel even zeggen dat wat Riesje net verteld heeft, dat is eigenlijk één op één op ons ook van toepassing. Het had ons verhaal kunnen zijn. Het had mijn verhaal kunnen zijn. Maar goed, mijn verhaal is ook een beetje anders, omdat Jan dat ook gevraagd heeft. Want wij werken echt heel specifiek met paarden. En daarom zeg ik het opstarten van onderwijs zorgboerderij, waarin paarden de hoofdrolspelers zijn. Volgende slide. Nou, ik ben begonnen met de Pedagogische Academie. Ik kom dus ook uit onderwijs. Ik ben paardrijinstructrice voor gehandicapte kinderen geworden bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten. Daarna ben ik naar de lerarenopleiding gegaan en naar het seminarium voor orthopedagogiek, omdat het speciaal onderwijs mij toch het meest bleef triggeren eigenlijk. En op de Artevelde Hogeschool heb ik de opleiding Equine Assisted Therapy gedaan als eerste. Toen daar de pilot was, daar hadden ze mensen voor nodig die heel veel ervaring hadden in de praktijk. En dat had ik. Zowel in het paardrijden gehandicapten als in het onderwijs. En ben dus die EB-opleiding gaan doen. En van daaruit kwam ik voor mijn stage terecht bij het Fortune Center of Riding Therapy. En daar ben ik helemaal borrelend en kokend van enthousiasme en blijdschap vandaan gekomen. Want wat ik daar zag, hoe zij daar paarden gebruikten het onderwijs en dingen te leren aan kinderen. Ik vond dat fantastisch. En ik dacht, wat zij in het groot kunnen, kan ik in het klein. En toen ik thuis kwam, heb ik eigenlijk vrijwel meteen AAT-centrum De Klimop opgericht. En mijn eerste cliëntje was de dochter van de leerplichtambtenaar. Het was echt toevalliger, kon het niet. Die werd doorgestuurd door de naburige manege. En ik ga dus met die leerplichtambtenaar, kom ik in gesprek. En in no time zat ik bij het regionaal bureau leerplicht. Om daar te vertellen wie ik was en wat ik kon doen. En is eigenlijk van begin af aan, en dan heb ik het al over 2004... dat ik ben begonnen met het opvangen van leerlingen die uitvielen in het onderwijs. En deels betaald uit PGB, deels betaald uit leerplicht. In die tijd nog. Maar ik zag die PGB's onderuit gaan in 2009, 2010. Dus toen had ik een AWBZ-erkenning aangevraagd en gekregen. Ga daarmee naar het zorgkantoor. En het zorgkantoor zegt, nee hoor, jij mag geen contract met ons, want wij doen geen contracten met individuele zorgondernemers. Sluit je maar ergens bij aan. Nou, toen heb ik me aangesloten bij de samenwerkende Zorgboeren Zuid, die wel contracten hadden met de zorgkantoren. En van daaruit werd ik ook aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg en kreeg ik ook het kwaliteitswaarborg zorgboerderijen. Ja, omdat paarden bij ons zo'n belangrijke rol speelden, vond ik het ook heel belangrijk dat ik mij op dat paardengebied goed scholde. En ben ik de Freestyle Academie gaan doen en eigenlijk een beetje tegelijkertijd ook de Avans Hogeschool, de SPH-opleiding. Omdat ik vond dat ik zowel van zorg als van onderwijs verstand moest hebben bij die schooluitvallerskinderen. En daaruit is eigenlijk AI-centrum De Klimop ontstaan. En op onze zorgboerderij krijgen de medewerkers van de paardenbasis in Achtmaal elke maand les in het trainen van de paarden. En dat zijn trainingstechnieken die we ook aan de kinderen kunnen leren. En dat is ontzettend gaaf. En afgelopen jaar zijn we vanuit het kwaliteitssysteem van de zorgboerderijen overgegaan op het ISO. Omdat wij eigenlijk vonden dat dat beter bij ons cyclisch denken aansloot, hoewel het puntsgewijze van de HKZ had ook zijn voordelen, maar goed, we hebben daarvoor gekozen. Volgende slide. Ik heb onwijs veel gesprekken gevoerd. Paulien, volgens mij is het nog allemaal doorklikken, want het is de 26e slide, maar nu eerst leerplicht stond er en nu komt er maar niks bij, de PABO, dus volgens mij moet je wel allemaal nog doorklikken, Christel. Is dat, oh shit, is het toch degene die doorgeklikt moet worden? Dus klik maar, ik kan maar heel goed doorklikken, Christel. Klik maar flink door. Ja. Daar komen ze allemaal tevoren. Alles wat jij genoemd hebt, komt nu tevoorschijn, Paulien. Ja. Oké. Okay.
Nee. Of ik, nou, dan moet je... Nu ben je bij gesprekken voeren. Ja, nou moet je straks maar blijven klikken een beetje en met mij in gesprek meegaan. Misschien dat we het samen een beetje op kunnen lossen. Ik heb ongelooflijk veel gesprekken gevoerd in die beginperiode. Ik begon natuurlijk met leerplicht, maar ook met samenwerkingsverbanden, beleidsmakers van de gemeente, met scholen, met onderwijsconsulent, schoolbesturen, media, wethouders, collega's. En toen in 2015 de transitie van de jeugdzorg daar was, kwamen natuurlijk ook de gesprekken met wijkteam en CEG. Volgende slide, inspiratie opdoen. Ja. Klopt. Nu heb je ze wel allemaal erop. Deze zijn allemaal erop. Ja, deze zijn allemaal erop, hè. Nou, zoals ik al zei, ik was in het Fortune Center Writing Therapy geweest. Daar zag ik, zie je op die foto linksboven, hoe ze met een paard de klok, de kinderen de klok leerden. Ik denk, nou, dat is gaaf. Om op die manier kinderen klok te leren kijken. Dus dat heb ik eigenlijk één op één in eerste instantie overgenomen. En later ben ik ook allemaal gaan nadenken. Dat zie je in dat fotootje rechts. Hoe ik nog met veel meer materialen het kinderen kan leren klok kijken met zo'n paard erbij. En ook de samenwerking die ik zag in het Fortune Center Riding Therapy. Dat heb ik ook met op de klimop meegenomen. En uiteindelijk is het allemaal geëvalueerd naar leren op het paard. Heel veel leren op het paard. En ja, dat werkt als een tierenlier, dus daar worden we altijd heel blij van. Ik ben ook heel erg geïnspireerd door Emiel Voest in de Freestyle Academie, door zijn hele gestructureerde methode met de driehoeken. Van als je een doel hebt, bovenin zie je rijden staan voor wie het kan zien. Nou, daar heb je dan gehoorzaamheid en vertrouwen voor nodig. Nou, in feite, als je met een kind een doel wil halen, dan moet er ook een balans zijn tussen gehoorzaamheid en vertrouwen. Omdat het anders niet lukt. En ook dat wijken voor druk is ontzettend belangrijk. Want een kind moet leren ook, alleen als 's ochtends al de wekker gaat, of mama komt zeggen je moet je bed uit, dat is druk. En als ze er tegen ingaan, dan heb je een opstandig kind. Maar als het kind gewoon wijkt voor de druk en zegt oké, de wekker gaat, ik ga mijn bed uit. Dat bedoelen we met wijken voor druk. En dat doet een paard in feite ook. Wijken voor druk. En dat is eigenlijk waar ik heel erg door geïnspireerd ben. En uiteindelijk heb ik dan helemaal zo'n succesplan gemaakt. En op dat plaatje zie je dan ook een kind dat de tafel gehaald heeft en met zijn succesplan. Dus dat was echt superleuk. Volgende slide, onze werkwijze. Staat die erop? Ja hoor. Hallo? Ja. Ja, het staat erop wel. Ja. Ik stond zelf op mute, excuus. Ik ook. Ook helemaal in, helemaal hè? Of, ja, alle punten. Methodisch. Okay. Nee, okay. Ja, ik zal het niet opletten. Goed zo, heel fijn. Hier herkennen jullie waarschijnlijk al iets ook uit het verhaal van Driesje. Wij werken heel methodisch. Aanmelding, kennismakingsgesprek, intake, observatiesessies. We maken een OPP samen met de school. Dat is een ontwikkelingsperspectiefplan. Dat is er vaak al op school. Komt dan naar ons. Wij vullen dat aan. Er wordt een zorgplan gemaakt waarin de doelen, aanpak, evaluatie staan. We maken dagrapportages. En we stellen de doelen en het OPP vaak bij naar aanleiding van evaluatie met behulp van dagrapportages. En dat gebeurt dan ook in een groot overleg in MDO. En wat we doen is altijd maatwerk. Elk kind is anders. In overleg met ouders, CEG, school, leerplicht, samenwerkingsverband, eventuele andere hulpverleners. Wij werken gigantisch ervaringsgericht met hulp van paarden en honden. Met die paarden staat echt centraal, maar ook heel systeemgericht. We willen dat iedereen met de neus dezelfde kant op staat, met name ook de ouders. Maar we begeleiden ook de ouders en het gezin van de schooluitvaller, omdat wij zien dat uitval op school heel veel impact heeft op een gezin. Volgende slide, methodische opzet. Nou, methodisch werken is doelgerichte aanpak, heel systematisch in dat hele onderwijszorgproces. En daar zijn echt voordelen aan verbonden. Je maakt meer kansen fouten en er is veel meer greep op het proces. Want je moet ook verder vooruitzien. We houden bijvoorbeeld perspectiefgesprekken iedere 6 weken met de kinderen. En waarin ze echt zeggen welke stappen gaan we doen. Dat we daar naartoe werken.
Alle betrokkenen weten wat er verwacht mag worden. Jij kan ook je eigen handelen als hulpverlener evalueren. En anderen krijgen een veel duidelijker beeld van wat je aan het doen bent. En wat wij dan doen, is volgende slide, dat ervarend leren met die paarden. En wat is dat nou precies? Wij creëren een methodisch opgezette leersituatie. Daarin laten we de kinderen zo concreet mogelijke en hele intense ervaringen opdoen. En wij gaan samen met dat kind daarop reflecteren, op die ervaringen. Waardoor we zien dat dat leidt tot veranderingen, zowel in cognitie als gedrag. En dan vaak nog op meerdere leefgebieden. Volgende slide. Dat zijn dan, als je het dan hebt over concrete en intense ervaringen. Je is een meisje met vier paarden tegelijk aan het werk. Kan ze allemaal met z'n allen hup, de andere kant op sturen. Met als gevolg dat ze op een gegeven moment achter de aanlopen. Nou, als een meisje super onzeker, een meisje met autisme. Maar als ze dan vier paarden achter je aanlopen, dan heb je echt het gevoel dat je iemand bent. Dus dat was echt wel superleuk. En dan gaan we, volgende slide. Dat is de tetraede van de werkzame factoren. Wij hadden natuurlijk net al een beetje gekeken. De kinderen die noemen vooral de dieren. Maar er is natuurlijk een wisselwerking tussen de hulpverlener en het paard. En het kindje en het paard. En de omgeving op het paard. Dus ik heb er een aantal voorbeelden van. Volgende slide. Er moet dus een blind vertrouwen zijn tussen de hulpverlener en het cliëntje. Of de leerling. Volgende slide. Moet je die doorklikken of is die ook in één keer? Die is in één keer, Paulien. Oké, gelukkig. In het werk met die dieren en met paarden dan dus ook, komt oxytocine vrij. Dat is een knuffel, een bindingshormoon. Dat is dus ook echt heel makkelijk als jij zelf contact wil maken met die kinderen. Die dieren kunnen als sociale bemiddeling zijn. Ze zorgen ervoor dat kinderen ook met elkaar makkelijker in contact komen. En wat we heel vaak zien gebeuren is de personal agency. Dat is dat kinderen iets doen, gedrag vertonen waarvan ze weten dat zowel zij zelf als de ander daar profijt van hebben. En vooral bij de dieren kunnen ze dat heel makkelijk laten zien. En kinderen met personal agency die doen het vaak ook beter op school. Volgende slide. Nou, de relatie tussen de therapeut en het paard. Ik weet niet of je op het filmpje kan drukken rechts onderin. Want het was tijdens een sessie en toen was ik echt helemaal super blij dat paard een sprongetje maakte. Lukt dat of niet? Wordt even wat is het geprobeerd. Filmpje? Rechts onder die foto, daar is die. Ja. Ik was helemaal blij. Ja, ik zie het allemaal niet, maar ik weet aan mijn hoofd dat het er is. Nou, je zit op 15 minuten. Ja, ik zag het. De fysieke omgeving is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Hè, van de boerderij is de volgende slide. Daar kun je iets bij voorstellen. Gaan we weer naar de volgende. Omgevingsfactoren. Het kan nat, droog, koud, warm. Je kan op straat werken, in de wei, overal. Het heeft allemaal invloed op hoe je met kinderen werkt. Volgende slide. Deze is heel belangrijk. Er zijn ook biologisch werkzame factoren door het paard. Er is een biologische behoefte aan diercontacten. Lage hartslag en bloeddruk. Toename van serotonine. Krijgt een gelukzalig gevoel van vrijkomen van oxytocine, sociale binding. Gaan we even snel door de volgende slides heen. Want dan zie je voorbeelden van die biologische behoeften. Dit is een voorbeeld van één blinde jonge vrouw van 35 die eruit ziet als een klein meisje. Maar zij heeft enorm behoefte aan dat diercontact. Volgende slide. Je zag bij haar echt altijd die ontspanning als ze op dat paard kon liggen. Volgende slide. Een enorm gelukzalig gevoel als ze erop mocht zitten. Ook bij dat jongetje, dat is een schooluitvaller, die wij getraind hadden. Om paarden te trainen en die mocht dan dat meisje begeleiden. Dus dat deed hem natuurlijk dan ook weer goed. De sociale binding is de volgende slide. Je bent met kinderen aan het praten, die paarden komen daar omheen staan. Dat is natuurlijk gewoon echt helemaal leuk. Je hebt ook de sociale werkzame factoren door het paard.
het vergemakkelijkt. Het proces, de katalysator, motivator. Kinderen leren hun eigen gedrag te sturen. Ze leren iets te doen wat ze eerst eng vonden. Ze hebben dus de overtuiging dat hun gedrag goed is voor zichzelf als voor de ander. Ze kunnen verschillende rollen vervullen en het paard kan als hechtingsobject dienen. Nee, dit is een lang verhaal, maar dit was van een heel angstig jongetje die in 10 minuten het voor elkaar krijgt dat een pony die niet over een brug wil, dat uiteindelijk toch doet. En met als gevolg dat hij ook makkelijker over zijn eigen angsten heen kwam. Dat was heel grappig, want dat had hij gezien. Volgende slide, paard als motivator. Een jongetje, basisschooljongetje, uitgevallen op school. Maar even wachten, want nu moeten we heel veel doorklikken hier. Tussen al die plaatjes met al die tekstjes, die tekstballonnetjes. Oh, god, hier was het paard als katalysator moeten we nog wel even doorklikken. Ja, dus ze hebben heel veel klikken. Oh, sorry. Tot ja. Als motivator. We zijn er. We zijn er en die is motivator. Wel weer in zijn geheel. Paard als motivator is wel in zijn geheel. Nou, schooluitval jongetje. Wij gingen rekenen met hem op het paard. Met voltigedekje. En hij vond dat eigenlijk ook allemaal wel leuk. Ging voltige doen. Is uiteindelijk nadat hij weer teruggegaan is naar school. Is hij dus ook voltige gaan doen. Dus dat is echt superleuk. Paard als stimulator, kinderen willen, oh, de volgende slide. Kinderen willen vaak niet werken bij ons, maar als ze dat bij de paarden, want wij werken wel met middelbare scholieren. En als ze dat bij de paarden kunnen doen, gaat het vaak wel goed. En dan je eigen gedrag sturen, dat is de volgende, die hadden we net gezien van dat meisje dat die paarden allemaal stuurt. Volgende slide. Slide is iets doen wat je eerst eng vond. Een jongetje dat echt eigenlijk heel gek was op paarden, maar ze doodeng vond. Maar uiteindelijk leerde die toch om zelf zo'n paard uit de wei te halen. En voelde zich daar ook echt heel erg stoer onder. Volgende slide, de overtuiging dat jouw gedrag goed is voor jezelf als voor de ander. Als jij ontspant, ontspant het paard. Als jij iets lekkers geeft aan het paard, vindt het paard dat ook leuk. Zo werkt dat gewoon. Volgende slide, kind in de rol van trainer. Dit is een jongetje dat kon al paardrijden toen hij bij ons kwam. En die mocht meehelpen met het zadelmak maken van een van onze paarden. En dat vond hij zo stoer dat hij dat mocht doen. En dat gaf hem zo'n boost dat hij daarna op school ook weer beter deed. Dat is echt geweldig. Paard als hechtingsfiguur. Dit jongetje had echt enorme band met Rix en Dat heeft hem zoveel goed gedaan. En hij nam stukken vlecht en staart mee naar school. En dan lukte het ook op school. Dat was geweldig. Verbetering van de cognitie op het paard. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste waar wij de paard op inzetten. Dat als wij kinderen iets laten doen of iets uitleggen wat ze niet snappen. En we doen dat op het paard. Dan gaat het vaak 10 keer beter. Dus dat is een beetje hoe wij werken. En hier is nog wat informatie. Maar dat zullen jullie dan later ook nog wel krijgen, neem ik aan, deze site. Dat is de site van de proeftuinen en aanpak met andere ogen. Daar kun je ook echt heel veel informatie uithalen. Oké, ga ik even terug naar jullie. En in jouw boek, Pauline? Ja, en mijn boek. Ja. Ik heb het ook allemaal beschreven in een boek. Was nog een vraag, die was ook al bij Driesje, stond die er al. Hoeveel van jullie medewerkers hebben een onderwijsachtergrond, bijvoorbeeld? 3 van de? 16. Oké. Maar ja, ik heb 16 medewerkers. Daarvan is er één van de stallen, eentje ook voor de administratie. Orthopedagoog in dienst, een paar met sociaal-pedagogische hulpverlening, SPH, orthopedagogiek, pedagogiek. Eigenlijk van alles. Een psychomotortherapeut, een speltherapeut en 3 leerkrachten, waaronder mijzelf. Ja, precies.
nog een vraag of jullie positieve reacties krijgen van scholen en merkbare veranderingen die doorzetten bij kinderen die bij jullie in zorg zijn geweest. Ja, we hebben ook voor dat onderzoek van Jan, daar hebben wij eens uitgerekend hoeveel slagingspercentage we hebben. Hoeveel van de kinderen die bij ons geweest zijn in de loop van de jaren, hoeveel die er teruggegaan zijn naar school en ook daadwerkelijk hebben afgemaakt. En dat was 87%. Dus dat was best wel hoog. Stonden we, ja. Eigenlijk hadden wij zelf het gevoel dat het minder was, maar stonden we een beetje van te kijken. Dus ja, en wij hebben echt wel een reputatie opgebouwd in onze omgeving van goh, ga eens naar de Klimop en specifiek voor kinderen met internaliserende problematiek. Ja. Wij krijgen echt wel hele heftige kinderen, suicidaal, automutilatie, kinderen met eetstoornissen, hyperdepressief. Ja, echt, echt heftig. En die problematiek die zie ik wel met de jaren enorm toenemen. Ja. Als ik vergelijk met uitvallers toen ik begon in 2004 en nu, dat is zoveel heftiger. Dat is echt anders. Bied je dan ook tijdelijke woon- of logeeropvang? Nee. Echt alleen dagopvang. En ja. We begeleiden het gezin ook. Ja, dat was ook nog een vraag over of jullie ook nog een begeleiding geven aan het gezin. Dus aan de ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Hoe zit dat? Ja. Bij ons hebben wij 3 systeemtherapeutisch werkers in dienst. Die vanuit SZZ de opleiding STW gedaan hebben van het Lorenshuis. En wij gaan ook echt naar het gezin toe of nodigen het gezin uit bij ons. En hoe financier je dan een kind en... Oh, help. De vragen komen wel heel snel. Stel ze maar. Ja, ik zie mezelf... Ik zie nu niks, hè, nog. Ik heb alleen maar een zwart scherm. Oké, dat weten we ook niet hoe dat komt. Dat is... Nee. Nou, ik vind een interessante vraag voor jullie allebei, denk ik. Is er nou in het reguliere onderwijs iets aan te passen, hè? Dat kinderen gewoon ook op school dit soort aanbod kunnen krijgen. Dat ja, en dat ze het eigenlijk niet nodig hebben. Yeah. Ja, ik weet je, we zijn al een hele tijd bezig ook met een preventieprogramma. Ten eerste al basisscholen bewust maken van het signaleren van internaliserende problematiek. Maar ook kijken of scholen bereid zijn om naar ons toe te komen dat kinderen bij ons dingen doen die het al wat lastig hebben. Maar het is heel lastig om dat van de grond te krijgen. We zijn eigenlijk op dit moment voornamelijk dus bezig met verschrikkelijke brandjes te blussen. Kinderen die soms al 3 jaar opgesloten zitten op een kamer voordat ze door een jeugdhulptoestand een keer naar ons toe verwezen worden. En zo van, nou kijk maar of jullie nog iets lukt. Ja, precies. En dan ben je blij dat je honden hebt die je mee kan nemen naar het huis van zo'n kind en zegt van, volgens mij wil die hond uit. Ja. Zullen we maar eens even naar buiten gaan? En zo krijgen we kinderen dan uiteindelijk onder hun bed vandaan of uit een kast of van de wc of uit de badkamer. Echt ongelooflijk. Ik had ook nog... Dries, want jij komt uit het onderwijs hier. En jij bent preventief bezig. Kun je ook nog iets over vertellen? Ja, wat ik wel steeds meer zie is dat er binnen de scholen eigenlijk onderwijszorggroepen ontstaan. Hè? Dat zijn kleine groepjes waarbij ook een stukje boerderijen wordt toegevoegd. En dat is eigenlijk een heel mooie ontwikkeling. Want dan kunnen de kinderen toch op de schoolplek blijven en zitten ze in zo'n zorggroep. Dat is prachtig, want dat is mooi inclusief. Alleen niet voor alle kinderen werkt dat. En die kinderen waarbij dat ook niet werkt, die zie je toch vaak bij ons wel komen. En vanuit het reguliere onderwijs zie je dat eigenlijk nog minder. Al worden er wel meer schooltuinen aangelegd. En is er soms een juf die een hond meeneemt. En dat kan zo helpend zijn. Dus je ziet daar wel mooie ontwikkelingen in aan de weg. Maar het kan nog wel meer. Ja. Ik had ook nog één vraag. Landzijde is er ook al heel lang mee bezig. Ik zag dat Trace aanwezig was. Ik weet niet of Trace nog steeds ook actief is. Maar er kwam een vraag over of je dit ook kan starten zonder dat je onderwijsachtergrond hebt. Trace, ben jij er nog? Ja, Trace is sowieso nog heel actief. Ja, ik ben er wel. Het is Trace. Ja. Kunnen jullie mij horen of niet? Ja, we kunnen je horen. Ik heb geen beeld, maar...
Ja. Sorry Maarten, wat was jouw vraag? Nou, dus de vraag was of je dit ook kan starten zonder onderwijsachtergrond. Hebben jullie daar een model in verkend? Of is ook bij de zorgboerderijen of de onderwijszorgboerderijen van Landzijde altijd iemand met onderwijsachtergrond op de boerderij zelf? Ja. Onze eerste onderwijszorgboerderij was gewoon de leerkracht was de zorgboer of de zorgboerin. Die had dan een onderwijsachtergrond, was niet aangesloten bij een school. We zijn er eigenlijk later vrij snel van teruggekomen om op die manier te werken, omdat toch die verbinding met een school toch wel heel fijn is, ook voor de leerkracht zelf. Dus wij hebben nu de afspraak dat eigenlijk op al onze onderwijszorgboerderijen er leerkrachten komen vanuit scholen. Ja. Dus we doen het niet meer als zorgboer. Nee. Dankjewel. Ik zag nog een vraag. Is de werking van de hormonen ook van toepassing op andere dieren of is het specifiek op paarden? Nee hoor, dat is ook met honden en poezen. Bij ons liggen de poezen ook op tafel en zijn ze de katten aan het aaien en dan zie je ze al rustiger worden. En nee, dat geldt voor alle dieren. Varkentjes ook, we hebben vier varkentjes, daar ben je heerlijk mee knuffelen. En dan zie je ook kinderen heel blij worden. Ja, echt, dat maakt helemaal niks, zelfs de kippen. Ja. Die doen hartstikke goed werk bij ons. Dus dat, je ziet kinderen daar gewoon enorm relaxen. Dat is echt fijn. Ik zag nog één vraag, die kan voor mij ook nog wel redelijk snel beantwoord worden. Ik zag je werken met paarden om een klok te leren lezen. En dan kan ik me voorstellen dat de stap naar dan vervolgens weer iets uit een boek moeten lezen of in een klaslokaal. Hoe maak je die stap? Meestal doen we dat vrij gelijk. We beginnen in de bak met het klok kijken en dan zeggen we kom, dan gaan we eens naar binnen. Gaan we eens even kijken of het in het boek ook lukt. Ja. Doen we meestal al meteen erachteraan. En dat werkt heel goed. En als je het anders op die volgorde doet, als je het andersom doet. Van het lukt niet in het boekje en we gaan het dan eens bij de paarden doen. Dan vinden ze het ook wel heel leuk dat het dan wel lukt. Maar dan hebben ze toch al een mislukervaring achter de rug. Dus liever dat wij beginnen met die paarden en het dan weer terugbrengen eerst bij ons. En dan, we werken op een gegeven moment er ook echt wel naartoe dat ze ook in de lokaaltjes bij ons echt uit hun boeken moeten werken om weer in het ritme van de school te komen. Ja. Want ze kunnen inderdaad geen paard meenemen naar de klas. Dat gaat niet. Nou, het is 8:30. Ik wil iedereen heel erg bedanken. Volgens mij hebben we de meeste vragen beantwoord. Er waren ook veel vragen, dus veel interesse. Ik zie ook dat bijna iedereen is blijven hangen. Dat is ook altijd een goed teken. Dus bedankt voor de sprekers. Edriesje, Paulien, Jan en Trace ook nog eventjes. En bedankt voor de kijkers. Nog eventjes de link die Tjitske had geplaatst, die goed om bij ons op de site te kijken, zorgboeren.nl. Daar is dus ook een onderdeel van de site waar een aantal rapporten staan. Kun je meer informatie over vinden. Daar komt binnenkort ook een bericht over die kennisclip. Die komt ook in de academie. En verder is iedereen nog altijd welkom op komende vrijdag en bij de webinars de rest van deze week. En ik wens iedereen een fijne avond. Ja, en Paulien en Dries, hartstikke bedankt voor jullie enthousiaste verhaal. Ja, graag gedaan. En als mensen achteraf nog vragen hebben, voor mij in ieder geval, dan mogen ze altijd gesteld worden, hoor. Dus dan hebben we dat. Is mooi. Ja, dan hoor ik het wel. Ja? Mooi. En dankjewel jongens voor de leuke, ik zie allemaal heel veel dank langskomen. Echt superleuk. Ja. Fijne avond. Dankjewel. Fijne avond, hè.